het is zaterdag, maar ik zag dat er een chemische toilet was gebracht. Ook dat nog. Kijk. Op die motor. Rijk gaat er niet bij. Lieve vrienden, het is vandaag alweer zaterdag 26 september en we leven 1 minuut over 12. En ja, ik ga zo met Rijka uit. Karen, die is ook even de hort op waar naartoe, weet ik niet, maar dat boeit me niet. Ik zal vandaag ook weer trachten om bad te trekken. Het is nou wel genoeg. Het is één grote chaos, althans ik heb net weer wat in elkaar gezet. Want ja, Karin had er ook een fijne stal van achtergelaten. Heb ik even opgeruimd. En dan zal ik zo even met Rijka uit. Maar ik wens jullie natuurlijk eerst van harte welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, het is bewolkt en ook zonnig. En er is er eentje die wil binnenkomen. Ja! Ja, maar waarom ik hem eigenlijk naar binnen moet laten, weet ik ook niet, want meneertje, die wil toch straks mee. En het is zaterdag, maar ik zag dat er een chemische toilet was gebracht. Ook dat nog. Kijk, een chemisch geval. Dus hoe en wat is? Ik weet het niet. Nee. Kom je nog binnen, man? Kom dan. Hoppeta. Hobbelen, hobbelen, hobbelen. Zo. Oké. Voilà. Zo. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Daar hebben we weer Ewenetje. En daar hebben we Rijka. Rekka! We gaan wandelen, hè? Wandelen, ja. We gaan even naar de wandel. En als ik terugkom, ja, ik zal eerst meneertje Kandolf. Ja, ik weet het even niet. Of Ewen moet ook medicijn hebben. Nou, ik kon straks ook geen Rijka laten. Dat is het allerbelangrijkste, want als ik kind straks blij ben, dan moet je niet willen. Nee, moet je niet willen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Ik heb het een beetje druk hier, daar, zo is het. Ciao. Karin wil ook nog met me weg. Die wil gaan magneetvissen, dat moet te vloggen. Nou ja, oké, heb ik nog nooit niet eerder gevlogd. Dus het is wel weer even leuk. Maar we zien wel hoe de dag rijlt en zeilen gaat. Ik heb vannacht langs de deka gelopen. Mijn hemel, is dat ding leeg. Wat een groot pand is dan. Jeetje, alles is weg. De rekken, de kassa's, alles is weg. Alles is weg. Schrok ervan. Ik denk zo, dat hebben ze snel voor elkaar gekregen. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, we spreken elkaar later weer. Ja toch? Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Op die motor. Rijk gaat er niet bij. Kunstig hoor. Nee, Rijka, mag niet. Het is geen. Het is met klei. Daar maak je klei van volgens mij. Prachtig. Kom. Je loopt om de stok heen. Gaat goed mee helpen. Nou wel. Zo. Mooi hè? Heel mooi. Ja, lieve vrienden, ik ben weer even retour. Karen die is de hort op waar ze naartoe is. Ze kwam een bekende tegen en ze had wel beloofd dat ze nog weer terug zou komen.
Maar tot op heden nog niks hoor, geen Karen. En ik heb, mogelijk is dat ook verkeerd. Hoe doen we dat? 16:43, dus het loopt al tegen vijf uur aan. En nog even een keer wegblijven, want dan moet ze alweer werken, ja. Maar hoe zal niet meer komen? Maar oké, ik heb een vlog in elkaar, ben ik bezig te doen. Ik ga nou ook weer filmpjes van de afgelopen 14 dagen. Ja. Weer een mappe proberen te doen. Kijken hoe ver ik kom totdat ik eten moet. Nou, en ik maak het makkelijk. Zo. Lekker. Vind je het lekker? Ja, echt waar. Vind ik wel lekker. Lekker in de oven. In de oven even afbakken. Nou ja, dan is het smullen daar. Ja. Smul. Maar nou is het programma bezig, de film in elkaar aan het zetten, poink. En er staan een heleboel losse filmpjes, dat moet ik allemaal uitzoeken van welke dag dat is, in de mappen doen. En dan geef heel veel werk bij, of tenminste erin, laat ik het zo zeggen. We zullen zien hoe ver ik kom en dan kan ik dat ook weer, zo blijf je bezig hè, en het houdt je van de straat, ook dat nog eens. Dus Rutte blij. Ja, want het houdt mij bezig. En het houdt me bij de bevolking weg. Rutte blij. Nou, ik ook, want ik krijg het wel dan weer klaar. Maar ik doe ook mijn ding hoor. Ja, ik ga gewoon boodschappen doen. En ik sta met die een praatje te doen. En ik ga daar op visite. En die komt bij mij op visite. Moet kunnen. Ja. Hé, Ewen. Hallo, kind. Kom maar. Ja, komt u maar. Kom maar. 1, 2. Hey, ja. Mijn meisje. Oh, mijn meisje. Nee. Rustig maar. Rustig maar. Nou, dan op de grond. Ja, ik moet eerst een deken over me heen. Dan mag ik pas op mijn schoot. Ja. Ja. Eerst een deken over me heen. Hé, atjoe. Hé, coronameisje, goedje dikkie. Ja, je gaat er inderdaad om lachen, toch? Ja. Dat achterlijke gedoe. Ze zitten gewoon in een tunnelvisie. Ja, moeten ze niet doen. Het is corona voor corona, na corona, achter corona, dit corona, zus corona, zo. Hallo, er zijn meer ziektes dan enkel die corona. Wat denk je van kanker? Of gewoon de normale griep? Dan heb je de longontsteking. Als je een verwaarloosde longontsteking hebt, kun je ook al aan overlijden. Mijn schoonmoedertje bij wijze van spreken. Ja, dat wordt in november 3 jaar terug. Dan is zij 3 jaar geleden overleden, 27 november. Ook aan een longontsteking, een verwaarloosde longontsteking. Dus ja, kom op mensen. Ga trouwens allemaal eens een keer heen. Maar moet er zo'n stampij van gemaakt worden? Moeten wij bang worden? Moeten we ook met een griep bang worden? Of gewoon met een normale verkoudheid? Je kan overal aan dood gaan hoor. Ja. Dus doe normaal, dan doe je gek genoeg, Rutte. En dat hele schootje daar bij jou. Gebruik jullie hersenen en hou op met die ongein. Want er zijn ook alweer mensen ziek geworden hè? In de teststraten. Haal die teststraten weg, want de mensen worden juist ziek ervan. Hou op! Ja, en ik ken ook mensen. Die zijn ook ziek geworden door dat gedonder van jou, maar die hebben geen corona. Nee, gewoon een normale griep. Ja, maar door dat domme gedoe van jullie. Ook omdat die de eigen moest laten testen. Daardoor is zij ziek geworden, want ze was niet ziek. Maar ze moest er eigen van het werk, hè, wat jullie dus het werk weer opdringen, het ze moeten laten testen en voilà, ze werd ziek. Maar gewoon de normale griep. Want ook die heerst. Ja, gebruik je verstand daar in Den Haag. Maar dat kunnen jullie niet.
Nee, wij leken die niks hebben geleerd, die geen hogere school hebben gehad, die gewoon een lagere school hebben gehad en een paar klassen van een, ja, wij noemen dat de spinazieacademie, oftewel de huisartsschool. Die weten het nog beter te vertellen en te verwoorden dan dat zootje daar in Den Haag, zoals jij, Rutte, die ervoor geleerd hebben, die er geen snars verstand van hebben. Doe normaal! Ik blijf protesteren op deze manier. Ja, echt. Hé, en oké. Okay. Ja, wij wel, hè. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Doe ik ook. Blijf genieten. Blijf je dingen doen. Ja, en ga geen dingen doen wat je niet wilt. Als jij je niet wilt laten testen, doe het dan ook niet, want je wordt juist ziek. Ja. Maar oké, ik zal Ewen weer even eten geven, want die, ik denk dat ze weer zin heeft in wat. Dus ja, even haar weer een stukje kip geven, kan ze weer even lekker genieten. En ik zeg tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, het wordt alweer een beetje donkerder. Het is ook alweer bijna 6:15. Karen die is gelukkig wel geweest, die heeft mij even geholpen met mijn tongpiercing, want weet ik veel hoe ik dat moet doen om eruit te halen. Ik heb daar gehad geen verstand van. Nu wel, ik heb hem er een paar keer uit gehad en er weer in gedaan. Karen die heeft ook even geholpen om hem schoon te maken. Mijn andere zit er ook in die ik bij het begin er al in kreeg. Mijn nieuwe hek er alweer in, die is schoon. Enkel, ik heb er een ander balletje eronder gedaan die schoner was dan het balletje die erop zat. Maar dat zat in de week om het schoon te laten worden. Ik heb een vlog naar YouTube weten te brengen. Ik was bezig een vlog uit te zoeken van het carillon met de Monumentendag. Maar toen kwam Karin binnen, dus dat heb ik maar op zijn beloop gelaten. Dat komt wel. Ik ga nu een lampje aandoen en daarna ga ik Rijke uitlaten. Want als ik weer terugkom, dan zal het nog wel weer donkerder wezen. En ik heb een hekel aan om in een donker huis thuis te komen. Dus dan gaat een lampje aan. Ja, maar ik heb er zo'n hekel aan. Dus dan ga ik lekker even met Rijke lopen. Daarna krijg ik het te eten en daarna ga ik zelf eten. En morgen hou ik me wel bezig met de vaat. Ja. Want ik ben het zat en ik wil nog even iemand zien. Die is, hoe noem je dat? Verkeersregelaar. Wij zeggen altijd regulateur. Dat is familie van me. Die behoort tegen mijn tante te zeggen. Dus dat ga ik even kijken. En die staat hier vlakbij bij de dijk. Nou ja, ik moet enkel een stukje omlopen. Maar het maakt niet uit. Komt goed. Is goed voor de conditie, is goed voor de lijn. Wie weet, val ik nog meer af? Weet het niet. Ga je even verschoot. Dus ik zou zeggen, geniet ze. En ik zou zeggen, geniet ook van de avond. Ik weet niet of jullie nog moeten eten. Smakelijk eten, bon appetit. Ik dus nog wel, maar dat komt er wel. En doe wat leuks vanavond. Wat dan ook, maakt niet uit. En laat op de avond natuurlijk wel te rusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zeg tot dan. Doei doei!